chain belonen. Op het moment dat we op zo'n ding, op zo'n ding klikken. Sorry, ik geloof dat ik net even in mijn mond overgaf. Oh, jongens. Ja, ja, de waardeketen. Ja, ja, okay. Word je daar beter van? Nee, nee, niet echt. Nee. Ik zei dat wij van de advertising proberen Nederlandse woorden te vermijden. Ja. Ja. Heel sterk. Oh, dat doet het wel leuk als je een bocht omgaat. Qua beelddynamiek. Ja? Ik even het beeld verdwijnen achter jou op. Ja, mooie regie. Maar nou, dat soort dingen dus. Yeah. All right. En waar ik benieuwd naar ben, die vierkantje, de klassieke banner, ja. Werkt dat nog? Of, ja. En, of is dat aan het afnemen? Nou ja, weet je, we hebben in Nederland een boterberg, een melkplas en een bannerplas. Oké. Okay. Dus wat er gebeurt met die handel, is dat op zich het kopen van zo'n vierkantje, kan op allerlei manieren, maar het is in elk geval de afgelopen, nou, ik kan me nog heugen dat het ooit duurder werd. Maar het is de afgelopen 10 jaar alleen maar goedkoper geworden om dat te doen. En uiteindelijk is dat een kwestie van wat kost het om er te staan en wat levert het op. En aangezien de kosten continu naar beneden gaan, omdat steeds meer mensen steeds meer dingen gaan doen op internet, komen er steeds meer van die posities waar je mensen in theorie kunt bereiken. Okay. En als er meer komt van iets, wordt het goedkoper. Dus uiteindelijk werkt het nu misschien minder goed dan in het verleden, omdat mensen wat minder snel geneigd zijn om op banners te klikken in algemene zin. Daarentegen is het ook goedkoper om zo'n banner naar neer te zetten. Ja. En dat heft elkaar redelijk op. En ja, je hebt het niet over spectaculaire klikratio. Okay. Maar als het wel relevant is voor iemand, dan kan het wel degelijk een bijdrage leveren aan een businessmodel. En voor de mensen die zo'n banner op hun site hebben, levert dat nog veel geld op? Of wordt dat een beetje van je site af, om eens een paar mooie voorbeelden te noemen. Als jij in een goed Nederlands woord commodity content heeft, spullen die iedereen heeft, dan verdient dat doorgaans een stuk minder dan wanneer je specialistische content hebt waar hele specifieke doelgroepen op zitten te wachten. Dus even om het te illustreren. Als jij op nu.nl op de voorpagina gaat staan of op msm.nl op de voorpagina gaat staan, dan vind je daar in allebei de gevallen nieuws van het ANP. Nou, dat kun je ook op de radio horen en nog op een aantal andere plaatsen tot je nemen. Dat levert als omgeving niet zoveel op als wanneer je bijvoorbeeld op Tweakers gaat staan. Waar ontzettend veel nerdy jongens en misschien ook een paar meisjes. Tenzij je daar reclame voor Dove gaat maken natuurlijk. Sorry? Als je daar reclame voor Dove gaat maken, dan... En is het nog steeds heel duur om daar te staan. Ja. Dat maakt verder niets veel uit. Maar dat kost even in verhouding. Ja. Je kan voor een paar euro per 1000 vertoningen kan je op Nu of op MSN staan. Terwijl je bij Tweakers 35 euro betaalt. Ja. Bij wijze van spreken. Oké, dus dat levert zo'n site als Tweakers wel wat op. Nou ja, het levert iedereen wel wat op. Want ik kan je vertellen dat we echt gruwelijke hoeveelheden pageviews uiteindelijk doen op dat soort grote commodity sites. En dan weet je... Met maar wordt er ook geklikt eigenlijk? Ja, want dat ik... Ja, dus ik heb klikt nooit. Nou, nee. En zeg maar, je hebt inderdaad van die zeldzame momenten dat je denkt van... Oh wauw, dit is precies wat ik zocht. Ik ga nu gelijk klikken. Maar meestal is het zo van... Hé, dit heb ik al eerder gezien. En toen dacht ik ook al bij mezelf dat het niet van mij was. Of van ja, bla bla bla. Je zit in de weg van mijn mooie content. Ja. En in alle eerlijkheid, ik vind banners... Ik vind niet zozeer banners zelf lastig of moeilijk of weet ik wat. Ik bedoel, het is niet dat het een drempel is of iets dergelijks. Maar meestal merk je dat mensen die content maken zich ook aanpassen aan hoe ze geld verdienen. He, dus dat ze denken van nou, dit is eigenlijk wel goed genoeg om al mensen te trekken. He, denk aan mensen die de beroemde gadget websites bestieren. Die hoeven alleen maar gerucht iPhone 5 in een titel te verwerken. En hup, gelijk allemaal click-throughs. Terwijl het niet echt waarde biedt aan de uiteindelijke lezer. Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar het is wel zo dat je om te beginnen raak je hier een punt wat niets met internet te maken heeft. Dat heeft gewoon te maken met uitgeven. Mm-hmm. Er is ook een reden dat Gracia uitgegeven wordt en gevuld wordt met de content die het heeft over aanbijen en menopauze. Ja. Dat is geloof ik niet de Gracia, maar weer zo'n andere. De Esta is dat geloof ik. Nou ja, fijn. Hey, dat is ook om vrouwen te kunnen bereiken die in potentie doelgroep zijn voor hygiënisch verband. Ja. Dat is natuurlijk hoe het werkt met het... Het zijn vehicles van... maar dat is toch ook wat er is gebeurd met die hele reclamebranche. Dat is gewoon eigenlijk één op één gekopieerd van de klassieke reclamewereld. Ja.
Maar dat is ook de reden dat ondanks dat entertainment heel goed scoort, zou je het nooit in het Financieel Dagblad vinden. Waarom niet? Omdat ze graag een puur bereik willen houden binnen een puur financieel zakelijk geïnteresseerde doelgroep. En je wil er vooral niet te veel gaan vermengen, want dat brengt de waarde van hun krant alleen maar naar beneden. Ja, maar dat is toch ook eigenlijk gebeurd doordat de kranten werden meer en meer gezien als vehikels inderdaad voor advertenties en minder als het overbrengen van belangrijk nieuws. Wanneer is dat precies gebeurd? Nou, dat gebeurde al voor het internet. Maar alle kranten hebben gewoon een redactiestatuut. En kranten zijn zeker heel ouderwets in het scheiden van redacties van marketing en salesafdeling. Jawel, alleen wordt de inkomstenbron is eigenlijk bijna alleen nog maar vanuit advertenties. Nee, dat is niet waar. Er zijn kranten die meer geld verdienen uit abonnementen dan advertenties. Er zijn er ook waarbij die verhouding wat andersom ligt. Het is een beetje minder afhankelijk van titel. Maar je ziet dat zelfs een krant als het FD op het internet een paywall, om eens een goed Nederlands woord te gebruiken, kan neerzetten. Ja. Waarbij je direct op het moment dat je in de content wil duiken toch echt muntjes moet gaan betalen. Dan kunnen ze zich veroorloven omdat hun content niet commodity is. Maar ik las hier laatst een artikel over waar gezegd werd van dat de reden dat we het web als gratis zien, dat niet komt. Meer politie. Oh, yes. We mogen mee. Ja. Dat is wel spectaculair uitzending op deze manier.